Hey, daar ben je weer. Super! Vandaag lezen we hoe het winter wordt bij onze Forest Friends. Levi wordt wakker. De hele wereld is wit. Het heeft gesneeuwd, roept hij. Hoe leuk is dit? Hij rent naar zijn vriendjes zo snel als hij kan. Ze zijn aan het skiën. Daar houdt Levi van. Laten we een sneeuwpop maken, zegt Fee. Dat vindt iedereen een reuze goed idee. Ze werken heel goed samen met elkaar. En na een uurtje is de sneeuwpop klaar. En nu een sneeuwballengevecht, zegt Daan. Kijk, daar komt de eerste sneeuwbal al aan. Pats! Precies op Levi's billen. De vriendjes gooien, lachen en gillen. Jongens, kom eens hier, roept Emma opgewonden. Ik heb iets heel raars gevonden. De vriendjes komen er razendsnel aan. Wat zien ze daar nu in de sneeuw staan? Het zijn pootafdrukken, zegt Sophie. Wat zijn ze groot? Ik weet niet wat ik zie. Zijn ze van een olifant of een ander groot dier? Maar dat kan toch niet? Die wonen niet hier. Weet je wat? Zegt Noah. We volgen het spoor. Ik ben niet bang. Ik ga wel voor. De rest loopt voorzichtig achter hem aan. Ik vind het best wel spannend, fluistert Daan. Plots staat Noah stil en roept: stop! Hier houdt het ineens allemaal op. Huh? Zegt Sophie verbaasd. Dat is raar. De sporen moeten nog ergens zijn. Maar waar? Ze zoeken en zoeken, maar vinden niets. Dan roept Emma ineens: kom eens kijken, hier ligt iets. Ik weet niet precies wat het is, maar het is geen dier, als ik me niet vergis. De vriendjes rennen naar de boom toe. Ze kijken verbaasd naar de sneeuw. Nou, moe. Iemand heeft een grap met ons uitgehaald, zegt Fee. Wie zou dat zijn? Ik heb geen idee. Daan staat te glunderen. Gefopt, roept hij blij. Wat was dit een goede grap, hè, van mij? De anderen lachen en gooien sneeuwballen naar hun vriend. Die heeft wel een inpeperbeurt verdiend. Ik heb het een beetje koud, zegt Noah met een gaap. Het wordt tijd voor mijn heerlijke winterslaap. Wel te rusten, Noah. In de lente zien we je weer. Iedereen gaat naar huis. Tot de volgende keer. En jullie ook. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Oh ja, nog één ding. Moest je nog niet op die abonneerknop geduwd hebben, wil je dat dan even voor me doen? Bedankt, hè. Dag.